Dank u wel, meneer de voorzitter. Fijn dat we het op deze manier even kunnen doen. Zodat ik namens het college de eerste termijn kan openen, waarbij ik graag wil ingaan op de bijdrage die is geleverd op een aantal zaken die mijn portefeuille raken. Als eerste denk ik maar het grote hoofdstuk waar vanochtend ook veel over is gesproken, namelijk de organisatieontwikkeling. We hebben het hier niet over een reorganisatie, dat is een rechtspositioneel begrip. De organisatieontwikkeling is eigenlijk het herstel van vertrouwen en het aangaan van een verbinding tussen onze organisatie en wat er in de wijken, wat er bij de mensen, wat er in deze stad gebeurt. 4,5 miljoen, wat zou je daarmee doen? Nou, wat ik er persoonlijk mee zou doen, dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Maar als jij vraagt van, joh, wat doe je ermee in dit geval? Nou, we hebben gesteld, we gaan er in principe mee akkoord. Met de 4,5 miljoen die nodig is voor de doorontwikkeling van de raad. Of van het ambtelijk apparaat. Van de organisatie zoals het gesteld wordt. Maar wij hebben daar wel duidelijk bij aangegeven, we willen daarvoor graag meegenomen worden in het hele proces. Dus stap voor stap, wat gaat u gebeuren, wat doet u? Zodat we goed geïnformeerd raken. En daarnaast hebben we nog de opmerking geplaatst dat wij heel graag per begrotingsjaar het meegenomen worden in de PNC-cyclus. Zodat je een integrale afweging per begrotingsjaar kunt maken wat de voorstellen rondom de 4,5 miljoen zijn. Ja, helaas moest ons Mieneke stoppen om haar gezondheid en viel er een zetel vrij. Ja, daar was ik dan. Dus ik moest zeggen, ik vind het wel een hele leuke uitdaging. Het was een verrassing, maar ik heb er wel ontzettend zin in. De volgende statenvergadering neem ik daar afscheid. Want ik heb toen in 2009 heb ik het ook een tijdje samen gedaan, zowel in de staat als in de raad. En dat, ja, dan heb ik niet het idee dat ik iets goed doe, want dan doe ik alles maar half. En ook al is het nog maar tot maart, ik wil het toch gewoon goed doen. Dus ik ga stoppen met de staten en ik ga me hierop richten, naast mijn baan. Nou, wat voor mij persoonlijk heel gaaf is, dat ik toch vooral het sociale domein heel interessant vind. Jeugdzorg vooral. En in de staten heb ik mogen helpen om die transitie naar de gemeentes goed te begeleiden. En ik miste dat sociale in de staten heel erg, omdat we dat allemaal naar de gemeentes hebben gedaan. Dus ik vind het wel heel fijn dat ik het nu vanaf de gemeentes me weer vol op het sociale domein mag richten. Ik weet dat op hele korte termijn in de Staten van Overijssel wordt gedebatteerd over het voorstel van gedeputeerde staten om die aandeleninkoop mogelijk te maken. Dat is op 5 juli commissievergadering, 19 juli provinciale statenvergadering. Ik stel voor en ik hoop en verwacht dat wij dan onze aandelen ook inderdaad conform uitspraken dan kunnen verkopen. En dat in die zin deze motie dan ook uitvoerbaar is.